Ik heet Frans Wijs en ik maak films. En ik ben hier, ik zou bijna zeggen, in de virtuele vitrine, want deze kamer. Ideaal gesproken zou ik zeggen, dit is mijn virtuele vitrine. Maar voor dit programma is het waarschijnlijk het slimste om... Daar komt hij. Dit. En het staat weliswaar. Kijk, daar staat de klap van naakt over de schutting. Kijk, dat is het andere deel van mijn leven geweest. Ik deel mijn leven op in voor Charlotte en na Charlotte. Oftewel BC en AC. En dit is dus, zeg maar, het begin van Charlotte geweest. Dit heb ik nog niet eens zo lang. Het is van metaal. Het is... Dus wat ze vroeger gebruikten bij de hoorspelkern om onweer te maken. Ik kreeg het van het Joods Historisch Museum. En dit is eigenlijk gewoon de plaat van, en ik weet niet waar ze hebben hem hoorspelkern in een tentoonstelling gebruikt. Van de omslag van Charlotte's werk. En ik neem nu even dit erbij. En ik zet dit even terug. En dan weet je ook meteen, want dit, kijk, dit is het werk. En dat begint letterlijk met Leben oder Theater, Ein Singenspiel. Ik heb de tentoonstelling voor het eerst gezien in 1972. Ik had het idee dat ik werkelijk naar een filmverhaal keek waarbij alleen de camera nog ontbrak. Want ze tekent letterlijk. Letterlijk, hier, de allereerste entree van de man waar ze verliefd op werd, die de trap op gaat, aanbelt, enzovoort. Het is alles. Ze probeert elke hartslag letterlijk in beeld te brengen. En over dat werk hebben wij in 1980, 81 met Judith Hersberg en ik een film gemaakt, een speelfilm. En op een of andere manier, en het maakt me heel erg gelukkig, moet ik zeggen dat de cirkel rond wordt gemaakt. Heb ik nu voor het eerst een documentaire gemaakt en die heet Leben oder Theater. Dus met andere woorden, dat wat zij, hoe ze haar werk zelf heeft genoemd. Wat ik probeer te doen met deze film is letterlijk dwars met een camera door het beeldscherm heen te rijden. Naar een werkelijkheid achter haar geschreven fictie. Ik zou bijna zeggen, deze twee woorden, leben en theater, dat is voor mij, zijn dat ongeveer, nou ja, ik zou bijna zeggen, sentimenteel, de twee woorden die meer dan wat dan ook voor me betekenen. Dit is, nou ja, ik ben gulzig en ik hoop heel oud, ik hoop ook heel oud te worden. En dit is wat ik altijd heb willen worden. Want ik heb als gezegd, film is het lelijke zusje van het mooie meisje wat ik niet kon krijgen. En dat is toch het theater. En dat is heel koket om dat zo te zeggen. Maar in dit, op deze plaat, staat het. En het kijkt me elke dag aan. Nu was het even verscholen achter andere dingen. Maar het is wel, ik wil, het is echt, ik zou bijna zeggen, dit is hem wel. En kort gezegd is dit het waarom ik hem in de virtuele vitrine uiteindelijk dus graag wil hebben.